Hallo allemaal. Welkom bij de weekreading van 17 tot en met 23 juli. Ik heb kaarten gekozen uit deze set. De Angel Guide Oracle Cards van Carl Gray. En laten we eens gaan zien, kijken wat de drie kaarten zeggen. De eerste kaart is Spiritual Growth. En je ziet de handen ook gevouwen en daarvan licht vandaan komen. En dat is wat de kaart je wil bieden. Dat je door dankbaarheid en door vergeving gaat werken aan jezelf. Dus dat je voor jezelf een dankbaarheidsritueel instelt als je dat al niet, nog niet hebt. Ik doe het eigenlijk altijd voor het slapen gaan. Dan loop ik de dag door zolang ik in ieder geval nog wakker blijf. Want soms val ik ook al tijdens dat ritueel in slaap. Maar dan neem ik de dag door en dan ga ik kijken waar ben ik dankbaar voor. En dat is niet alleen voor grootse dingen of weet je wel, dat bijvoorbeeld mijn dochter goede cijfers heeft of dat ze een mazzeltje had met boodschappen doen. Het kan ook iets simpels zijn dat ik bijvoorbeeld een bepaalde vogel zag vliegen of dat ik in het park weer werd begeleid door de Atlanta vlinder die me doet denken aan een overleden dierbare persoon. Nee, maar het kan ook zijn dat je juist heel erg tegen jezelf bent aangelopen. En dat je in een contrastmoment bent gekomen en dat je daarna dankbaar bent omdat je dat moment hebt gepakt om te analyseren, te bekijken en dat je daarvan geleerd hebt en gegroeid hebt. Dus daar is de eerste kaart voor. Maak ruimte voor dankbaarheid en vergeving. Want als je jezelf vergeeft voor de manier waarop je denkt, voor de manier waarop je handelt, voor de manier waarop andere mensen omgaan met jezelf, dan ontstaat er ruimte om meer jezelf te zijn en meer in de liefdevolle zelf te zijn. En dat is heel belangrijk in deze maand, want in deze maand juli draait het om innerlijke leiding. En vanuit je innerlijke leiding meer bij jouw onvoorwaardelijke liefde komen. Vandaar dat ik ook een speciaal programma heb deze maand. Dus dit is jouw bijdrage deze week eraan. En dan hebben we nog een kaart. En er staan woorden onder, maar ik moet dat loslaten. En dit is ook, he, die contrastmomenten, had ik het net al over. De donkere momenten die op je afkomen. De donkere energieën die grip op je willen krijgen. En waar jij vanuit jouw rust, jouw gecentreerdheid weer afstand van kan nemen. Zodat je in je licht kan gaan staan en dat verder kan onderzoeken. Ja, dat doe je dus inderdaad ook weer door die eerste kaart. Door je spirituele groei. Door je dankbaarheid, je spirituele groei. Ja, dat je daarin je licht gaat zoeken. En dan kun je dus dat donker ook op een afstand houden. En dat donker zit dus in jou en in de wereld om je heen. En als laatste kaart, Ease and Grace. En dat is dat het leven een continue stroom is. En je ziet hier, ik zie het als water, maar het is misschien wel zand dat van de ene hand naar de andere hand gaat. Maar dat het in beweging is. En op de achtergrond zie je een stroom. En je ziet hier energie, dat kun je ook zien als vleugels. Maar doordat jij, als jij gewoon zelf in balans bent en het leven door en via jou laat stromen, dan kan je een verschil maken. En dan gaat er misschien wel het positieve naar het negatieve, dat je het door je heen laat lopen, van je af laat glijden en je er niet mee gaat verbinden. En dat jij in jouw rust blijft en in je kalmte. En soms is dat een uitdaging en heb je dus even die tijd nodig om te gaan zoeken naar dat donkere op een afstand te houden, de donkere te onderzoeken, de vergevingswerk te doen. Maar daarna kom je dus in die balans, in die veerkracht. En dat is ontzettend belangrijk en van daaruit ontstaat ook de rust en kun jij bij je ware zelf blijven. En dat is waar we naartoe gaan natuurlijk, in ons levenspad. Dat je steeds dichter bij jezelf komt. En voor deze week is dus echt aandacht nodig voor jezelf via dankbaarheid, via vergiffenis. Werk aan je contrastmomenten, werk aan de spiegels die op je pad komen. En mocht je daarbij nog hulp nodig hebben bij spiegels of dankbaarheid. Voor spiegels heb je natuurlijk het boek Spiegels van Marieke Bertens. En als jij meer wil werken met dankbaarheid en vergiffenis en verschillende methoden waarmee jij kunt loslaten vanuit vergeving, vanuit liefde, dan heb ik daarvoor de training Snel en Effectief Helen van
emoties. Ik heb die naam nog wat zitten spelen. Dus de juiste naam van de training zet ik bij de video. Je kunt iets bestellen. En omdat er deze week een aandacht voor nodig is, zal ik er een speciale aanbieding van maken. Maar dat vind je dus in de informatie bij de video. Ik wens je een heerlijke week en graag tot de volgende keer. Dag!